Wilt u ook een ridderkerk waar het veilig wonen is, waar geen sluipverkeer of zwaar verkeer rijdt, waar geen ontsluitingsweg Nieuw-Rijenwaard, doorrijsoord of de Boomgaard gaat, maar waar wel meer handhaving en toezicht is op straat en het politiebureau blijft? Wilt u ook een ridderkerk waar kinderen veilig kunnen opgroeien met normen en waarden en waar het onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt en aandacht is voor taalachterstanden en laaggeletterdheid? Wilt u ook een ridderkerk waar het openbaar vervoer goed geregeld is, AOW'ers gratis met de RET-bus kunnen blijven rijden en kinderen tot 12 jaar dat mogelijk ook kunnen doen? Waar betaald parkeren wordt teruggedrongen en waar winkels goed bereikbaar zijn en ondernemers zich gesteund voelen? Wilt u ook een ridderkerk met voldoende woningaanbod voor starters en senioren die levensbestendig willen wonen, waar niet-ridderkerkers geen voorrang hebben op de woningmarkt? Echt voor Ridderkerk wil dat ook. We hebben al veel bereikt, maar we willen meer. Stem daarom op 16 maart, lijst 4, want Echt voor Ridderkerk doet het voor jong en oud en een betere Ridderkerk.